In 1972 in New Orleans opende Al Copeland een quick service restaurant welke hij noemde Chicken on the Run. Het bleek een toepasselijke naam, want binnen korte tijd was die kip ook weer de stad uitgejaagd. Blijkbaar kun je niet gewoon frituurkip verkopen in een stad die bekend is om haar smaak. Al realiseerde zich al gauw dat als hij indruk wilde maken op de lekkerbekken in New Orleans, hij zijn kip goed moest kruiden. Nu hij reeds experimenteerde met een Cajun recept, besloot hij het opnieuw te proberen met een nieuwe kip en een nieuwe naam. In tegenstelling tot wat velen aannemen, heeft hij zijn restaurant niet vernoemd naar een stripfiguur. Nee, Al was een grote fan van Gene Hackman en diens rol in de film The French Connection als agent Popeye Doyle. Zo opende Popeyes voor het eerst haar deuren in juni van 1972 in een buitenwijk van New Orleans. Al Copeland had ditmaal groot succes. Zijn stijl van marineren, kruiden ruim tijd geven hun werk te doen, viel goed in de smaak bij verwende tongen. Popeyes kon vanaf toen de vraag amper bijhouden. Binnen 12 jaar opende de eerste franchise in Louisiana, werd Love That Chicken bedacht en de eerste internationale vestiging geopend in Toronto. Goed gekeken en geluisterd? Win deze lekkere prijzen. Beantwoord de vragen op onze FB-pagina.